De Bloemer- en de Smeetsierstraat zijn opnieuw ingericht. Zaterdag werden de straten officieel heropend. De straten kennen een rijke historie. Het gebied is getekend door de Tweede Wereldoorlog. Daarna weer opgebouwd en in de jaren 80 waren de straten het toneel van de Pierson-rellen. In de nieuwe Bloemer- en Smeetsierstraat staan meer bomen en zijn nieuwe ondernemers gevestigd. Enkele van hen openden afgelopen zaterdag alvast kort de deuren. Kringloopwinkel Basta bestaat 25 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Er waren muzikale optredens en bezoekers konden genieten van een heerlijk stukje taart.